Hey, Tenken! Wie vandaag als skileraar verkleed bij het Shell-station aan de Wispastraat in Leeuwarden kwam, kon gratis maximaal 50 liter benzine tanken. Ik ben zo schön, ik ben zo tof, ik ben de Anton. Leraar of lerares is op school toch ook zo? Anders plak ik de snor op. Die actie was voor Tenken weer aanleiding om 40 cent per liter korting te geven. Ik ben aan het tanken. Om 1 uur is het nog goedkoper. Ja, ik las het in de krant, maar ja, ik werk hier. En helaas moet ik om 1 uur weer beginnen. Ik wacht niet een half uurtje, heb ik geen tijd. Nee. Had ik het eerder moeten weten? Ja, dan wacht ik even een half uurtje. Ik moet 50 liter tanken, dan heb ik er gewoon wat verdiend. Moet je een half uurtje wachten? Nee. Waarom niet? Omdat ik hier niet woon en ik nu naar huis ga. Er staat een dikke rij buiten. Ook aan de weg. Het is wel goedkoper, dus ik ga ook in de rij staan. Dan mag Peter Balken en de mag dat wel zien. Hij heeft privéchauffeur erbij, ik moet zelf betalen. Hij staat in het rode. Laf, maar die staat al in de rij. Een mooie blonde op de auto. Niet warm zo? Nee, valt nog mee. Nee, het is zo koud. Ja, heel erg warm, ja. Okay. Doe hem snel uit. De airco in de auto. €36 in de pocket. Ik ben tevreden, hartstikke tevreden. Wat doet de Groninger in Leeuwarden? Tanken? Als het gratis is, is het altijd ideaal. Ik heb het overgehouden van mijn werk toen de tijd, dus skileraar in Leogang. Ah, de tankbaan is goed leeg. Na verloop van tijd werd bij het Shell-station aan de Wispastraat duidelijk dat de staart van de stoep de eindstreep niet meer zou halen. Zij kregen als goedmakertje een goodiebag. Na anderhalf uur was het gedaan met de pret, tot teleurstelling van wie net niet aan de beurt kwam. Gaat niet meer lukken. Het is afgelopen. Is het al afgelopen? Goh, nou daar balen we wel van. Is het afgelopen? Ja. Dat meen je niet. Ja, echt. Echt waar? Oh. Nou ja, jammer. Maar het was wel gezellig. Nou, ik moet zo lopen. Wat? Ik zit in de reserve. Ik heb die beurt niet met.